Booksview is van origine een repro-bedrijf. En wij zijn in 2008 overgeschakeld naar het aanbieden van onze diensten via internet. Onder de naam prijsprinter.nl. Prijsprinter.nl bestaat ook in België als prijsprinter.be. En we hebben ook handelsnamen in Duitsland en Engeland. Productie wordt gedaan door Booksview. De wereld is meer bekend met onze handelsnamen prijsprinter.nl. Booksview produceert boeken. Vanaf oplage 2 tot kleine series van 200, 300. En dat doen wij van begin tot eind. Dus wij printen, wij werken af in minder of hele luxe vormen. Eigenlijk kan alles, alle formaten, alle soorten en op wens van de klant. Waarom Konica Minolta? Ja, om de zoveel jaren moet je keuzes maken met betrekking tot je machinepark, herinvesteren. Mijn idee is dan altijd om vooral de operators daarin ook mee te nemen. We maken een aantal keuzes ten aanzien van de aanbieders en we sturen de jongens eigenlijk van de vloer op pad om te kijken wat voor hun de beste match is. We laten ze met die machines werken, we laten eventjes kijken wat het kan en wat het doet. En waar ze het meest enthousiast over zijn, dat is natuurlijk streepje voor. En als het financieel klopt, ja, dan kies je voor iets waar mensen graag mee willen werken. De implementatie verliep eigenlijk naadloos. De oude eruit, de nieuwe erin. Ja, je hebt 2 machines te wisselen of 4. En je doet dat gewoon per apparaat. En je zorgt dat daardoor de productie niet onderbroken wordt. En binnen een dag of 4, 5 is eigenlijk alles up and running. Ja, de afdrukkwaliteit is natuurlijk het belangrijkste wat je product heeft. Het plaatje moet kloppen en mooi zijn, de eerste en de laatste. Problemen die we vroeger hadden met kleurverschillen tussen de apparatuur, registratieproblemen. Kwaliteit gedurende de runs zijn eigenlijk allemaal verleden tijd en die zijn technisch ondervangen. Operators hebben nu gewoon de tijd om inderdaad zich op andere zaken te richten en meer gericht op service naar de klant toe natuurlijk.